Javan Andersson, morgen de wedstrijd tegen AZ. Voor jou een leuke wedstrijd, denk ik. Zeker. Hele leuke wedstrijd. Ik denk dat het sowieso leuk is om al die jongens weer te zien. En dat het ook wel een apart gevoel kan opleveren. Ik denk dat ik het nu nog niet echt zo ervaar. Maar morgen denk ik wel dat er... Dat het wel apart is, zeg maar, om die jongens weer te zien en om ook echt tegen ze te spelen. Dus ik hoop dat we ze pakken. Sanne van der Heijden, na de interlandperiode mogen we weer los tegen AZ. Een lastige tegenstander, denk ik. Ja, het is een lastige ploeg, is het. Het is een ploeg die heel goed in omschakeling is. Hè, van het balverlies van een tegenstander naar hun balbezit toe. Daar zijn ze heel, heel gevaarlijk in. Heel veel lopende mensen. En soms is het speels, maar daar ligt misschien ook alweer hun zwakte of zwakte. Maar ja, wij zien wel genoeg kansen, zeg maar, om genoeg kansen te creëren, hoor, tegen AZ. AZ is wel wat veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Waar denk jij dat de kracht van AZ ligt? Nou, ik denk dat de kracht bij AZ vooral de counter. Ze zijn heel gevaarlijk met de counter. Veel snelheid, vooral met Depney op links. Sterke spits die goed is in de combinatie en waar je bijna niet voor kan komen als verdediger. Lastig. Dus ik denk dat daar wel echt hun grootste kracht ligt. Ja, ze hebben een middenvelder die alle ballen erin schiet de afgelopen weken. Dus ik denk dat ze wel scherp moeten zijn. Extra scherp. Maar ze hebben ook genoeg zwaktes, dus daar moeten wij van profiteren. Nee, ze laten best wel veel ruimtes in hun aanval laten ze best wel veel ruimtes ook liggen waar wij van kunnen profiteren. En het is wel een ploeg die bij vlagen heel hoog druk wil zetten en ook bij vlagen inzakt. Dus dat is voor ons om te herkennen wanneer wat te doen. En daar hebben we deze week op getraind. En we hopen dat iedereen dat gaat herkennen en dat goed uitpakt. En hoe staat de selectie erop? Nou, goed eigenlijk. We hebben een aantal jongens weer terug. Alleen JJ Hoefdraad, die heeft nou een gedeelte met de groep weer meegedaan deze week. Dus fantastisch voor de jongen, hè, na zijn blessure aan zijn Achillespees. Berend Schoosa zit al met zijn knieband verrekt. En Valmier, die heeft wat last van zijn bilspier onder rug. Dus die was er vandaag ook niet bij. En Kelvin is weer terug, Mika is weer terug, dus het gaat de goede kant op weer, gelukkig. Je zegt we moeten scherp zijn. Zijn jullie scherp? We zijn messcherp, ja. We zijn goed bezig. De trainingen gaan goed. Ik denk dat we, natuurlijk, ik hou niet van de slachtofferrol, maar we hebben alsnog niet de win meegehad de afgelopen weken, dat is gewoon zo. Maar ik denk dat we wel klaar zijn om daar een draai aan te geven. En we zijn gewoon scherp. We doen wat we moeten doen. En uiteindelijk moeten we niet kijken naar het resultaat of waar we staan. Maar gewoon de dingen doen die we afspreken. En dan heb ik er alle vertrouwen in.